Als het goed is, krijgen we nu een staaltje te zien van hoe je heel zorgvuldig iets kan plaatsen. Nou weet ik niet of die boom dadelijk met een zwiep over jullie heen gaat. Volgens mij zal het niet zo zijn. Het is nog een boompje in de groei. Voor degenen die een reuzenboom verwachten. Het is een mooi boompje in de groei. Zoals ook het project in de groei is. En als het goed is, gaat de boom dadelijk deze kant op komen. Ik vind het wel knap als iemand dit zo hierin kan plaatsen. Ja, achter ons wordt die, laat ze de boom erin zakken. Kijk. Hoog, zo gaat hij. Dan zijn we toch aanwezig bij een stukje bouwactiviteit. Oké. Ik heb eerlijk gezegd geen idee welke route die af gaat leggen, dus wij staan hier gewoon. Moet goed komen en komt achter ons langs, denk ik. Volgens mij, als je kraanmachinist bent, moet je toch de nodige uren doorbrengen om zo'n pootje te kunnen bedienen, als je dat zo nauwkeurig moet doen. Ik durf te weten dat die mensen ook heel goed in gamen zijn. Ik denk dat kraanmachinisten heel goed in gamen zijn. Toch? Zou je voor kunnen stellen. De boom is onderweg naar ons. Ja. Moet rustig aandoen met de boom. Een loofboom. Ik vind het een goed antwoord, Jan. Een loofboom. Hij klikt. Ja. Voor degene die denkt, waar is de boom? Ik zie helemaal niks meer. Hij komt eraan. Ja, hij wordt onder begeleiding gebracht en dan gaat het als volgt. Dan gaan dadelijk Gino en Daan gaan ervoor zorgen dat de aarde op de boom komt. En Helga, Jan en Jacques zullen wat water, het nodige water, erop gieten. En als dat gebeurd is, dan geef ik jullie het teken. Dan tellen we samen af. Wordt er nog een bordje toegevoegd. En dan hebben we de echte start. En we hebben een geweldige boombegeleider. Het is ook grappig, want die man ziet helemaal niks. Die moet het dus doen op... Dat zien jullie dan niet, dat zie ik wel. Die man die moet het met de kraan, die moet het dus doen op de commando's van onze boombegeleider, noem ik hem maar even. Eetje zakken, zegt hij. Dat hoor ik, hè? Eetje zakken. Ja, ietsje zakken, ja. Ietsje zakken! Zakken, zegt hij. Nee, hij laat hem niet zakken. Oké, voor degene, ik zal even beschrijven wat er nu gebeurt. Nu is een spannend moment. De boombegeleider snijdt de plastic omhulsel van de boomwortels af. Ja, wordt geassisteerd door Gino. En als het goed is... laat hij de boom dadelijk zakken. In de grond, dat zou raar zijn. Er is goed over nagedacht. Het is een walnoot. Oh, het is een walnoot. Nou, dat wordt over een paar jaar walnoten rapen. De boombegeleider is inmiddels in het gat gaan staan. Die halen we er ook weer af uit voordat we het zand erop gaan gooien. Ja, zakken, zakken. Ik zou het ook wel een keer willen doen. Zakken. Ja. Het is een spannend moment. De boom wordt langzaam naar beneden gezakt. De stilte is om te snijden. Ja, ja, maar. Alle gekheid op een stokje. De boom zit in het gat. Onze walnoot. Ja, ja, dat mag je alvast verklappen. Jawel, 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 jawel. We hebben dadelijk nog een extra moment. Ja. Dan gaat hij eraf. Oh, dan moeten jullie natuurlijk zodanig het zand storten dat hij blijft staan. Ja, dat is een belangrijke taak.
een beetje sneu als hij meteen omvalt. Maar daar maken we dan wel weer iets van. Kijk, de kraan heeft zijn taak volbracht. En de heren pakken de schep. En steken de handen uit de mouwen. Er wordt hier hard gewerkt. Ja. En dan, als het zijn er is, dan gaan jullie zo dadelijk synchroon gieten, stel ik voor. Ja, synchroon gieten, maken we er een hele show van. Willen jullie een beetje opzij gaan staan dadelijk? Ja, dat doe ik zo meteen. Want hier zijn namelijk een sparkler. Hier komen. Dus. Ja, dan gaan we een werk door die mannen. Zo, als jullie nog een carrière switch willen. Ze kunnen jullie goed gebruiken, denk ik. Ja? Oké, dan. Hij staat heel netjes. Dan mag er het water overheen gegooid worden. En geef ik het bordje aan de heren. En dan gaan we er een gezamenlijk moment van maken. Als ik ga tellen, mogen jullie gieten. En dan maken we er een mooi moment van. Even kijken. Daan, mag ik deze aan jou geven? En die mogen hier dadelijk samen met Gino, mag je die hier ophangen? Ja, dan zijn we. Oh, spannend, het is zover. Daar gaat hij. Zijn jullie inmiddels nog wakker? Zit er nog wel leven daar? Even een beetje enthousiasme. We gaan tellen van 5 naar 0. En dan wordt er gegoten. Dan gaat het bordje erop. En dan is het de officiële start van de hoogheid. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Hey, beter. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Met een applaus voor onze gieters, Jacques, Helga en Jan. En voor de harde werkers, Daan en Gino. En jullie een applaus voor jezelf en gefeliciteerd met de prachtige plek waar jullie gaan wonen. En dan mag iedereen weer naar binnen voor een drankje. Maar niet